We hadden een uh, korte winterstop in gedachten met kick-off, maar ja, er gebeurt zoveel, uh, Valentijn, dat ja. we toch maar weer uh, hier uh, zijn gekomen. Ja, ja die kick-off duurt nog wel even, maar uh, nee, dit was uh, niet in de planning. En ken je dat, dat... Niet in de ken je dat verhaal van die vier ajax die met de auto terugreden <laughs> van Portugal naar Amsterdam? Ja, die moesten een heel stukje rijden: <laughs> ja. 2500 kilometer, waarschijnlijk zonder overnachting. Je bent met z'n vieren, dus je kan elkaar lekker afwisselen. Ja. Ja. Maar ze mochten niet in het vliegtuig. Ik was ook wel benieuwd of ze zo'n grote charter uh, hadden dat je zeg maar ze achterin uh, oh, ja. kan opsluiten. En dan zeggen van ja. jullie uh, twee ja. uur daar en daarna. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze zijn niet meegegaan met de Ajax, uh, met de charter. Maar ze zijn met eigen vervoer. Uh, zijn ze onderweg naar, naar Nederland, ja. Nou worden er nooit mededelingen gedaan over welke spelers het nee. zijn. Het zou wel heel lullig zijn als het Timber zou zijn. Want die is dus met het ja. vliegtuig later aangehaakt ja. naar Portugal. Met ja. de auto terug. Maar dat is ja. niet zo. Uh... Nou ja, ik vind het niet zo erg voor Timber. Want ik heb het zelf namelijk ooit, ooit gedaan. Okay. Maar dan met de auto heen en met de vliegtuig terug. Oké, okay. oké. Waarom dat dus... dan eigenlijk? Ja, ik moest een auto wegbrengen daar. Oké. Okay. Maar goed, dat is dan Ajax. Valt ze daar nog in iets kwalijk te nemen dat ze toch op kennis ja. kwam naar het buitenland zijn ja. gegaan? Ja, natuurlijk ja. Kijk, uh, Ajax... Heeft uh, iedereen getest en iedereen was uh, negatief en uh, werd negatief getest. Nou prima, uh, maar als je dat uh, doet op uh, Nieuwjaarsdag en je gaat 2 januari weg, ja, de incubatietijd is 4-5 dagen, mm -hmm. dus dan uh, kan het heel makkelijk zijn dat er onderweg nog mensen uh, besmet uh, zijn, ja. maar van wie je het nog niet kan zien bij uh, op uh, Nieuwjaarsdag. Ja. Dus he, bij de eerste controle. En dat is natuurlijk gebeurd. Dus jij had gezegd: beter niet op trainingskampen. Nou, je, je kan wel op trainingskampen, maar zeg dan voor he, je, je laat ze komen op Nieuwjaarsdag, je test en dan ga je vrijdag weg. Ja, en dan okay. hou je die incubatietijd hou je eraf. En dan kan je wel. En dan zal waarschijnlijk wel iedereen die op het vliegtuigstap zal uh, gewoon negatief zijn en negatief blijven... Ja. op het moment dat je in de bubbel blijft. Hey, en als het om andere clubs uh, gaat, uh, wie uiteindelijk niet, wie uiteindelijk wel? Wat is daar het laatste nieuws over? Nou, uh, AZ is ook met het charter gegaan. Die zitten in Spanje, daar is niets van bekend. De, daar zijn geen uh, coronagevallen voor zover bekend. Uh, dat communiceren ze niet, zeggen ze. Maar ja, uiteindelijk zal het dan toch wel naar buiten komen als dat wel het geval mm -hmm. is. Uh, Vitesse en NEC die hebben geen coronagevallen. En uh, heel opvallend genoeg hebben die geen charter uh, gehuurd. Maar uh, zijn die gewoon met een vakantievlucht uh, naar uh, Portugal en Spanje gegaan. Zo, best riskant dan eigenlijk? Hè? Ja, heel riskant lijkt mij. Ja. Dus uh, we weten van de Olympische ploeg uh, die naar, uh, nee, naar uh, ja, Tokio is gegaan. Uh, die zaten natuurlijk ook tussen allerlei vakantiegangers ja. en hoestende Japanners, heb ik gelezen ja klopt ja dat is levensgevaarlijk en dit is natuurlijk ook wel een, een gevaar maar vooralsnog komen daar geen berichten van de coronagevallen nee, uh, naar nog een uh, gebbetje uh, van de social media uh, van Ajax kijk ja. hier stond dan uh, work hard and stay positive dat is ja. een beetje de slogan maar wie het is wie zit er daar nou ja wie zien we daar allemaal dat zie ik eigenlijk niet pas veer pas ja interessant ja. maar goed uh, tot zover Ajax Onana daar wie zit daar met ja, over Marseille <laughs> staat erbij. Ik heb het niet goed zien. Maar je, als dat we, het zo verstandig is. Als we het over uh, Ajax hebben. Onana dus naar Inter. Uh, Lijkt ja. het hè? Uh, ja. Moet je hem ja, ja, alweer de trans Kijk dat hele toneelstuk wat hij heeft opgevoerd en zo. En ik begrijp best dat die jongen in een moeilijke situatie heeft gezeten. En dat hij niet naar buiten kon brengen. Maar hij heeft natuurlijk ook, uh, eh, volgens mij ook bij ons nog in de krant in november of zo gezegd. Nee, inter ja. er was helemaal geen sprake van. Dat het lag, was natuurlijk al lang in kan en kruiken. Kijk, en dat, daar heb ik ook nog wel de meeste moeite mee. Want je, je weet dat je personamiet het wordt, maar het is toch altijd wel... Weer lullig als het inderdaad drie dagen, daarna, uh, drie dagen na 1 januari komt. Ja. gewoon uit. En, uh... Moet je hem wel blijven houden als reservekeeper of moet je Ja, ik vind wel dat je hem ja, en... Want je betaalt hem gewoon, hij is gewoon onderdeel van je selectie. Ja. En dit is de gang van zaken zoals die is uh, bij heel veel spelers. Uh, hetzelfde geldt voor Bazoor, die zien we misschien uh, ook wel op de achtergrond. Nou, daar ja, kunnen we het meteen wel over hebben, Bazoor. Want Feyenoord uh, wil hem dus gaan aantrekken. Ja. Uh, zou dat een goede, die zouden ze dan transfervrij kunnen halen? Zou dat Uitst een uitstekende zijn? speler voor Feyenoord zijn, ja, die, die zit zeg maar bovenaan de. De hiërarchie bij Feyenoord zal die terechtkomen qua mm -hmm. kwaliteiten. Dus nee, ik denk dat uh, Feyenoord in zijn handen mag knijpen. Als ze hem los kunnen weken bij Vitesse. Vitesse ja, zal zeker anderhalf tot 2 miljoen euro vragen. Ja, wil je dat betalen voor een, voor een speler die over een half jaar ja. uit zijn contract loopt? Aan de andere kant, hè, over een half jaar krijg je misschien, kan je hem niet meer halen. Want dan staan de clubs in de rij voor zo'n uh, kwaliteitsspeler. Geen makkelijke jongen, toch? Schijnt. Nee, maar ja, dat zijn uh, heel veel goede voetballers niet. Nee, oké. Okay, okay. Dus zeker dus... een aanwinst zijn voor Feyenoord voor het middenveld. Ja, Vereniging, 100 procent. Uh, uh, want uh, Diemer's weg, melden we maar even tussendoor. En ja. ze hebben dus de slag om uh, Veerman verloren van PSV. Ja. Was je daardoor verrast? Nee, dat was niet door verrast. Ik, ik weet dat PSV die heeft natuurlijk een enorme uh, oorlogskas heeft achter mm. de hand. En die konden veel meer bieden dan, dan Feyenoord. Als Feyenoord 6 miljoen had geboden, had PSV gewoon 7 miljoen kunnen bieden. Dus uh, dat, dat Feyenoord het aflegt tegen PSV, ja, dat is de, de huidige realiteit gewoon. Ja. En daar zal uh, Feyenoord voorlopig mee moeten leven. Uh, zolang er geen. geen ja, Extreme kapitaalinjectie ex komt. Ja. Over... Ik vond het wel opmerkelijk dat ze sowieso al 5 miljoen konden betalen. Want als je de cijfers ziet, dan zie je nergens dat er ergens 5 miljoen ligt. Nee. Dus het zijn weer externe financiers. Die dat zouden moeten betalen. En dat heeft de uh, slot dan wel uh, voor elkaar gekregen. Het, het gaat natuurlijk helemaal niet zo goed met Feyenoord financieel. Maar sportief gaat het nu zo goed dat er weer mensen opstaan ja. om die selectie uh, van kwaliteit Ondanks te maken. misschien wel ook het onveilige gevoel wat soms uh, rondom die club ja, is, ja, Ja, natuurlijk. maar dit zijn een hele andere soort investeerders dan de investeerders waar je eerder mee is gesproken. Mm -hmm. Over uh, PSV gesproken, heb jij trouwens wel eens gehad dat je dacht, ja, ik, heb, ik heb gewoon geen zin meer in mijn werk. Weet je, ik leef mijn contract in en uh, na mij de zon vloeit. Nee. Nee. Nee, nee, omdat ja, mijn werk is mijn hobby, dus uh, ja? dat god waarschijnlijk voor uh, nee. Prupp en niet. Is toch wel op... nee, Ik heb dat idee, heb ik nooit gehad, maar ik kan me wel voorstellen als je jouw baan hebt dat ik. Dat ja, Marcel. Stopt ja. natuurlijk. Ja, ja dat snap ik. Ja. ja, maar uh, het was toch een international. Ja. Uh, binnen kwam natuurlijk naar Brighton met PSV Le ja. leek een, een hele goede aanbieding. Ja, ik zoze. had er veel meer van verwacht en uh, zeker uh, uh, ja, qua kwaliteit. Het is echt een topspeler. Ja. Vond ook toen hij bij het Nederlands elftal. Dat was op dat moment ook een van de ontbrekende plaatjes uh, of puzzelstukjes in dat Nederlands elftal. Samen met Frenkie de Jong toen. Toen maakte ja. hij echt veel indruk. was echt een hele goede speler. Maar ja, als iemand het uh, voor zichzelf uh, niet meer op een rijtje hebt uh, binnen die voetballerij. En je kan niet ademen meer in die cultuur. Ja, dan begrijp ik dat je zegt van. Uh... Zou hij gaan doen dan? Eigenlijk. Ik zou het ook niet weten. Ik weet, ik weet niet waar zijn hobby's Misschien wel een modeltrein of zo. <laughs> <Ja>. <laughs> Als we het tot slot hebben over alle uh, perikelen nu rondom de, de ja. modeltreinen. Uh, Sparta, veel ontwikkelingen nog? Nee, nee Krik, is er ja. nog iets wat je meenemen? Nou, nou ja, Sparta ja, Max de, de Waal. Uh, ja, en uh, Dalmau En ja. Uh, ja, wie, die, die jongen van uh, Vitesse die naar Pek is gegaan. Nou, ja, ik, ik hoorde ja. iets van uh, Namli of zo bij, uh, bij, bij, bij Sparta, dat hij daarmee bezig zou zijn. Maar ja. Dan zou je aan het, aan het eind van de transferperiode moeten kijken hoe die clubs ervoor staan. Ja. En, ja, ik ben eigenlijk uh, meer benieuwd of Ajax bijvoorbeeld Bergwijn ja. wel kan uh, halen. Is daar ik nog laatste dat... nieuws over? Nou, ik hoorde dat, dat Tottenham eigenlijk uh, niet bereid is om uh, over welke speler dan ook te praten. Omdat die hebben zoveel wedstrijden uh, nog te spelen. En die hebben een hele kleine selectie. En zitten ook met coronagevallen en blessures. Dat ze eigenlijk iedereen binnenboord willen houden. Hij is nu geblesseerd dan. Dus, uh, dus ja, ik ben ik heel benieuwd Nou, wie gaat Feyenoord, hè? gaat Bazour. En, uh, en is, is dit de enige PSV'er? Uh, want ja, ik, ik hoorde wel dat uh, als PSV nog een, een kansje ziet ergens dan uh... het, is het buitenkansje. Hoewel Robbers ja. Schmid uh, zei uh, kort voor de winststop dat hij het met zijn teruggekeerde spelers ja. zou gaan doen en dat blijkt ja. toch het nu en Drie al, dagen later uh, loopt Veerman er rond en, uh, en ja ik begrijp het heel goed dat Psv nu investeert want ja als Pruppe wegvalt uh, hoewel die weinig heeft gespeeld maar en je kan Veerman halen ja. is een prima aankoop. Oké okay, nou ik vond het uh, fijn dat uh, we dit gesprek ja, dat we hebben. We hebben zo'n een winterstop weer, uh, en ik denk ja. dat het er uh, snel weer van uh, zal komen. Nou sowieso volgende week denk ik als de uh, competitie door. Wat natuurlijk ook heel opmerkelijk ja, dat is. Dat het he? als laatste nog inderdaad, ja, want denk dat je dat ik dat de competitie gewoon hervat. Nou, Jan Bluis heeft gezegd: wie, wie eigenlijk zijn coronamaatregelen het best op orde heeft, die kan daar sportief voordeel uit ja. uh, halen. En daar heeft hij natuurlijk volledig gelijk in. En ik vind ook gewoon dat ze die competitie moeten door laten gaan. Want je wist waar je aan begon. Hè? Uh, iedereen, uh, volgens mij kwam die Omicron-variant uh, begin december, kwam die uh, Nederland binnen. Iedereen wist dat die heel besmettelijk was. Als je dan toch alles wil blijven doen wat je altijd gedaan hebt en je treft geen maatregelen, dan moet je later niet janken. En er zijn duidelijke richtlijnen ik, ik geloof 14 of 15 spelers en de keeper moet je hebben mm -hmm. en dan wordt er gevoetbald als er een, een club dat heeft dan moet er gewoon gevoetbald worden okay. volgende week dat is duidelijk dank je wel graag gedaan